Wel, we zijn hier in Utopolis in Turnhout. Dat is een modern bioscoopcomplex, 10 jaar oud. En wij zijn van Open Doek, het filmfestival dat dit jaar 20 jaar bestaat. Open Doek is een filmfestival dat vooral wereldcinema, het beste uit de wereldcinema, naar Turnhout brengt. Wij proberen altijd in de mate van het mogelijke cineasten van de films die we presenteren op het festival, om die hier uit te nodigen. Het is altijd ook prettig voor het publiek om kennis te maken met de makers van de films. Oh, sorry, I have the thing. Sorry. That's the AC remote. I know. I on the AC. It's very hot. In there. Oh. And did not expect there would be a festival like this in Turnhout, and also that they are releasing my movie on the DVD, and then seeing the other movies they have released earlier. So you see a whole lot of some incredible cinema from the world, and you becoming part of it is a big honor. And the way the film selection is, it's incredible. Only thing is, a lot of those films I can't watch because they don't have English subtitles. Wij hadden toen we 10 jaar bestonden, hadden we met Chris de Witte al een eerste traject uit de schaduw. Hij heeft ook wel bewondering gekregen voor zijn werk en voor zijn manier van fotograferen. En ja, eigenlijk al een tijdje speelde hij met het idee om iets te doen rond setfotografie. Want hij was intussen ook heel veel bezig met setfotografie. Maar niet de Vlaamse filmsets, maar vooral de Aziatische filmsets. Chris heeft dan verschillende reizen naar Azië kunnen maken om daar op sets van een hele reeks films zijn foto's te nemen, die wij dan hebben kunnen presenteren samen in de tentoonstelling Open Asia. Toen Mark mij vroeg om een nieuwe tentoonstelling te maken, kwam ik heel snel op dit idee om eigenlijk zo dit soort cinema dichter bij de mensen terug te brengen. En dan op manier van fotografie, want fotografie is dan weer een ander medium dan de bioscoop. En eigenlijk vertel ik hier ook wel een verhaal aan de hand van mijn impressies. Hoe dat daar is op een set in Azië. En als er mensen zijn die na het zien van deze tentoonstelling ook die film willen zien, voor mij is het dan het volledige plaatje compleet.